Ik denk dat de definitie van een wielrenner is iemand die plezier haalt uit het fietsen. Dat met enige regelmaat doet en ja, ook gewoon leuke tochten probeert te maken met zijn maten of wat dan ook. Dat is voor mij een beetje een wielrenner. Ik denk dat ik daar op dit moment wel redelijk onder val, ja. Dit is Kevin, 27 jaar en vertegenwoordiger in de bouwsector. En hier rijdt hij de Alpentocht voor de Kliniekluis. Kom maar jongens, ja, hier is het! Maar laten we even beginnen bij het begin. Je moet eigenlijk met je voorste voet moet je erin drukken en dan moet je met je hak naar beneden en dan hoor je klik. En als we geen klik horen? Tot voor kort had Kevin nog nooit op een racefiets gezeten en daarom vroeg hij mij om advies. Ik denk in februari 2019 heb ik Bruno een hulp gevraagd van hey Bruno, ik zit erover na te denken om te beginnen met racefietsen en ik zou graag wat willen afvallen, kun je me wat tips geven? In het begin van het jaar woog Kevin nog 96 kilo en kampte hij met overgewicht. Ik weeg nu 96. 96. Dus daar moet toch zeker een kleine 15 kilo af. Dat van het overgewicht zijn trouwens niet mijn woorden, maar die van bewegingswetenschapper Jim van den Berg. Gewichtlengte komt de BMI uit. Bij jou zie je natuurlijk al meteen, valt erop dat het wat aan de hoge kant is. Mm-hmm. En dat komt natuurlijk dan ook terug in je vetpercentage van 25%. 25% is op jouw leeftijd echt op het randje overgewicht en obesitas. Voordat we begonnen leek het ons een goed idee om een doel te kiezen om naartoe te werken. Dat doel werd het fietsen van de Alpentocht voor de Kliniekluis. Deze Alpentocht bestaat uit het fietsen van de Col du Telegraaf en de Col du Galibier. Nou ja, zodoende zijn wij de trek in gegaan om ja, mij als niet-fietser klaar te gaan stomen om de Galibier te beklimmen. We zijn begonnen met het uitzoeken van de fiets. En toen ben ik eigenlijk zelf de eerste maand een beetje rondjes gaan fietsen met Bruno. En met de nieuwe fiets konden we van start gaan. We wachten nog 5 minuutjes voor het eerste startschot van de eerste club. Zodat iedereen die er is het kan meemaken, want dit is het moment, hè. Renners klaar? Ja? Oké, ik tel terug van 3, 2, 1 in het Frans en dan schiet de burgemeester op 0. Daar komt hij dan. Pour le photo, il tourne. Succes jongens. 3, 3, 2, 1. Begin zijn we zelf aan de slag gegaan met het fietsen en het trainen. Maar omdat de tijd begon te dringen, gaf het niet snel genoeg resultaat. Wat zei je? Ik weet nog niet hoe ik moet schakelen. Na een maand zelf aanknoeien zijn we naar een fietstrainer gegaan. Jim van den Berg van Cycling Lab, die mij geholpen heeft om een goed fietsschema te maken. En zodat ik mij goed kon voorbereiden op de tocht. Ik denk wel, laat dat wel vooral nu duidelijk zijn. Kijk, we zien nu waar je staat met jouw leeftijd. Een vetpercentage van 25%. En dan qua vermogen ook op de drempel van ongetraind, ja, mag er wel wat gebeuren. Hey, dat eerste stuk van de Telegraaf vond ik echt vreselijk. Na ongeveer 5, 6 kilometer ging het echt super goed. Ja, gemakkie Jan! Super hoi! Gaat goed! Volgende keer een nieuwe drugslessen. Ja, is goed. Dat stuk vanaf Valoara eigenlijk tot aan tot wat echt begint, dat het echt omhoog gaat, zeg maar. Tot dan had ik heel zwaar, vanaf toe ging het alleen maar goed. Dan ga je ook echt klimmen.
En ik zat wel mijn hartslag veel te hoog, maar dit stuk ook. Ik had zoveel kracht over. Dat ging echt hartstikke goed. Ik heb dit laatste stuk bijna niet hoeven staan ook. Het trainingsschema leek het laatste stukje van de puzzel. Kevin kreeg meer structuur in de trainingen en ging met grote stappen vooruit. Heb je nog een banaan nodig straks? Nee. Oké. Okay. Toen we begonnen met dit traject, Bruno is altijd redelijk streng geweest om je moet niet afstappen, je moet trainen. En in het begin dacht ik van het zal wel. I see how it goes. Maar eigenlijk, op het moment dat je bezig bent met je voorbereiding, met je trainingen, dan heb je ook steeds minder zin om s'avonds laat nog een biertje te doen als je de volgende ochtend moet fietsen. Je haalt veel meer plezier uit als je gewoon het serieus oppakt. En dat moet iedereen op zijn eigen manier doen. Maar ja, ik ben heel blij dat ik nooit heb afgestapt. Zowel vandaag niet als de afgelopen periode niet. En ik ben eigenlijk ook niet van plan om dat de komende periode te gaan doen. We hebben nu jouw ritjes naast elkaar staan. Eigenlijk precies dezelfde afstand, 36,7 en 36,22. En de eerste keer deden we daar 1 uur en 28 over. En vandaag 1 uur 16. Qua tijd rij je 12 minuten sneller en qua snelheid rij je gewoon 4 kilometer per uur gemiddeld harder. Ja. En dat is in 3 maanden tijd? Het is aan de ene kant nog steeds even zwaar. Alleen je zit gewoon op trainingsniveau en snelheid gewoon een stuk hoger. Maar je zit veel lekkerder op de fiets. Pijntjes zijn weg. Goede houding, zeg maar. Ik zit stil op de fiets, dat helpt enorm. Dus je weet precies wat je kan. Dat is denk ik het grootste verschil. Zo meteen gaat beginnen, het zware stuk. Oh, ik dacht dat we al begonnen waren. Zo de bocht om. Hoe is je uitslag nu? 160. Oh, mooi. Hou zo. We zijn nu halverwege. Gaat ie? Niet alleen zit Kevin makkelijker op de fiets. Het fietsen werd een gewoonte. Het werd een onderdeel van zijn leven. Het is gewoon een beetje gewoonte geworden, maar niet... Daar ben ik gewoon heel blij mee. Ja, ik ook. Het is een onderdeel van je leven geworden, fietsen. Ik ben heel tevreden met hoe het is gegaan. Ik ben heel blij als ik op de fiets zit. Ik geniet echt van het fietsen. Ik kom op plekken waar ik eigenlijk nooit had gedacht dat ik er zou komen. En het is iets wat ik een hele lekkere uitlaatklep vind om het te doen op het moment dat het mooi weer is. Maar eigenlijk ook als het niet mooi weer is. Het is gewoon een hele lekkere uitlaatklep. Daar komen ze! Nummer 69! Kevin! Pim! Kom maar jongens, ja, hier is het! Oh, rustig aan! Je bent er! Ik ga niet nog verder. Ik ben heel trots. Ik ben super blij. Benen doen pijn. Maar het was wel super gaaf. Ja. Echt heel blij. Hey, helder! Ik zou iedereen die, die iets zoekt om te gaan doen, om zijn energie in kwijt te kunnen en die ook een stukje wil afvallen, zeker aanraden om te gaan wielrennen. Als je geen zin hebt om hard te trainen of om af en toe naar de kloten te gaan, dan blijf lekker thuis op de bank zitten. Maar ja, als jij van plan bent om iets te veranderen of fanatiek te gaan sporten, dan denk ik dat wielrennen een hele goed middel is daarvoor. Op een gegeven moment merk je ook dat je nog heel veel kracht hebt en dan is het gewoon lichaam stilhouden, alles vanuit die benen laten komen en dan kun je gewoon heel goed... Dat ging me echt goed af. Ik was bang dat ik in het begin te veel had gedaan. Ik heb echt super lekker afgedaald. Volgens mij zat ik bijna voorin met de afdaling. Maar dat eerste stuk dat kostte me veel kracht. Ik was bang dat me de eind zou opbreken, maar het was perfect. Perfect ingedeeld. Goede advies ook van Jim en ja, van iedereen. Nou, geniet. Thank you.
Toen ik 4-5 maanden geleden bedacht om een keer te beginnen met wielrennen, had ik het natuurlijk niet zonder Bruno gekund, die mij eigenlijk een stukje op sleeptouw of begeleid heeft. Maar in dit traject hebben we heel veel hulp gehad van partners. Kennendeel voor de fiets, Shimano voor de kleding, waar ik super blij mee ben. Ook Jim die mij getraind heeft, de bike store die mijn fietsen in onderhoud heeft genomen en opgenomen heeft. Daar ben ik echt super dankbaar voor. Los van het bereiken van de top was mijn doel ook om af te vallen. Dus we hebben een soort bet gezet. Iedereen heeft geld ingezet per kilo die ik zou afvallen. En ik ben super blij dat er een heleboel mensen aan mee hebben gedaan. Dat heeft ons een kleine €800 opgeleverd. En los daarvan hebben we ook een heleboel eenmalige donaties gehad waar ik iedereen super voor wil bedanken. Ja, en je mag ook wat lichter schakelen als het kan. Lichter? Ja, dus wat minder zwaar. Nog minder. De eerste meters. Ja, voor nu prima. Ik mag dus niet te zwaar schakelen van jou? Niet te zwaar trappen, nee. Gewoon rustig beginnen. Oké.